Ja, hoe kan je een seizoen in de keukenkampioenvisie eigenlijk beter beginnen dan met het onvervalste kraker. Afgelopen seizoen nog actief op het hoogste niveau allebei. En nu dus een niveautje lager. Cambuur en Emmen. Van der Water. Slimme voorzet. En de redding is uitstekend. Verder de Jong met de beste kans en de beste poging tot nu toe in de wedstrijd. Goed gekiept door Hoekstra. Slimme voorzet van Sylvester van der Water. Kijkt goed. Legt hem lekker neer. De Jong krijgt de bal dan niet genoeg in een hoek. Waardoor Hoekstra kan redden. Te Wierik is er weer bij gaan zitten. Er is de nodige medische ondersteuning nodig. Voor de rechtsback van Emmen. Ongelukkig gebotst ik net bij de zijlijn. Een flink ei onder het oog. Last van zijn hoofd. En de Wierik gaat naar binnen. Lorenzo Burnett, de linksback als vervanger van rechtsback te Wierik. Nog geen spektakel, wel een wat sterker Cambuur. Bangura. Goeie beweging van de Jong, Odrikis. De Jong naar Van der Water. Prachtig aanval. Van der Water schiet over. Zo komen de beste kansen bij Cambuur via het duo Van der Water de Jong. Nu geeft verder de Jong de bal aan Sylvester van der Water. Schiet niet te wild. Partycheck. En met eruit met vier man. Landu. Hij heeft een eerste kans. Terugleggen is niet gek. Sterker nog, daar is het doelpunt van Scholten. Emmen heeft nog niets gecreëerd, maar staat wel voor in Leeuwarden. Ben Scholten, gisteren 22 geworden. En in een snelle omschakeling, op het moment dat Cambuur niet helemaal goed staat, speelt Emmen dat uitstekend uit. Landu legt hem goed terug. Dan is Bangura te laat en zit er volle overtuiging in de afronding van Scholten. Scholten. Landu heeft Hardeveld bij zich. Die mag de voorzet gaan geven. Hardeveld doet dat niet. Nee, die lost hem er gewoon zelf in. Dat kan ook. Jeff Hardeveld. Zoveel pech gehad, zoveel blessure leed. Steeds een knie, steeds een kruisband, steeds geblesseerd. Hij is weer terug en hij kan ook het doelpunt maken, zo blijkt. Landu geeft hem mee en vanaf die plek denk je toch eigenlijk alleen maar aan een voorzet. Maar de korte hoek ligt inderdaad een beetje open. En Hardeveld ziet het en die denkt, nou, daar past hij precies tussen, want dit is heel bewust, heel slim en heel goed. Balk, sneller dan Burnett. En die maakt dan de overtreding. Geel voor Bangura. Ja. Loopt te zeuren om een kaart. En dat is gewoon dom, want hij was op weg om die kaart te geven. Het kan soms her en der wat overdreven overkomen, maar dat gemekker en gezeur bij scheidsrechters moet afgelopen zijn. Dan zijn dit dus de maatregelen. Cambuur wil graag opportunistisch gaan spelen, maar heeft de bal nog niet lekker onder controle gehad. Sinds het dat wil, nu krijgt het de kans cadeau. Sterker nog, een penalty en is het geel of rood? Het blijft bij geel voor Hoekstra, omdat hij probeert de bal te spelen. Nee, echt wordt er schelden. Hij wijst opeens de andere kant op. Stuurt hij gewoon spelers weg. Ja, dat zal het toch zijn, neem ik aan. Ja. Is het weer geel voor aanmerkingen op de leiding? Er is in ieder geval geel gegeven aan Hoekstra. Geen rood, want hij probeert de bal te spelen. Maar dat doet hij vrij nadrukkelijk niet. Smit net ingevallen. Tikt de bal de handen langs. En Hoekstra. Natuurlijk is het in eerste instantie een fout van Vlak. Maar ja, dan moet de keeper niet op deze manier uitkomen. De Jong en Van der Water hebben geel gekregen vanwege aanmerking op de leiding al in deze wedstrijd.
Uldrikis om Cambuur op 1-2 te zetten. Zo, de knettering. De spits die niet scoort, doet dat ook vanaf 11 meter niet. Een dramatische strafschop. In de hoekschop. Kan Uldrikis met zijn hoofd misschien dan wat doen. Die is makkelijker voor Hoekstra. Dan laat hij los. En kan het alsnog. En zit hij erin. Prijs scoort. Hoekstra met een blunder. Bleef zijn fout bij de strafschop nog zonder gevolgen. Deze gevolgen voelt Emme wel. Maar, oh, er is wat op het veld gegooid. Dus naar binnen. Ulté is woedend, zegt naar de eigen helft. Grote fout van Hoekstra, die zomaar de bal loslaat. Breij krijgt er voor zijn voeten. Ja. En als je heel eerlijk bent, heb je toch ook de indruk dat hij daarna nog wel kan worden verdedigd. Want dan staan er daar vier van Emmen. En dan wordt er wat gegooid. Er is er een korte onderbreking. Er is een oproep geweest van de speaker. Goeie opening. Van der Water wacht op de ondersteuning. Kan daardoor naar binnen. Het schot is voor. Ulrik is kopt. Klaarleggen richting Smit. Die heeft dan geen controle van Kaan. Ulrik is. Bangura. Goeie voorzet. Oh, jongen. Vanaf 11 meter lukt het niet. Vanaf een paar meter lukt het ook niet. Een hoekschop. Strak genomen. En hij valt. Goed. Het is 2-2. En het is Kooistra die scoort. Wiebe Kooistra. Cambuur krijgt wat het toekomt. Maar voor het al 94 minuten lang aan het knokken is. Alles of niet speelt. Twee verdedigers nog op het veld. En dan valt hij een keer goed. En valt hij in het doel. En dan is het afgelopen. En eindigt Cambuur Emmen in 2-2. Een staande ovatie voor de Cambuur spelers. En ook die van Emmen zitten er helemaal doorheen. Het is het begin van het seizoen. Helemaal fit is eigenlijk nog niemand. En toch hebben ze hier met z'n allen 96 minuten lang alles gegeven. In wat een heerlijke wedstrijd is geworden.